Vandaag een video over de kosten die ik heb gemaakt voor de melkrobot in het tweede jaar in gebruik. Leuk is ik heb deze folder teruggevonden en daarin staat de Fullwood M2 komt qua onderhoudskosten en duurzaamheid als beste uit de test. In ieder geval dat zegt Alfons Lankveld en dan gaan we eens kijken. Vorig jaar dus het eerste jaar in gebruik. Had ik kort 3500 uh, euro aan onderhoud. De licenties waren 825 euro. De verbruiksmiddelen waren 5.000 euro. Nou, die melkrobot kostte iets minder dan 10.000 euro. En de totale installatie omheen met, met koeling was 12.000 euro. En dan kwam ik uit op kost per liter van 0,026 cent. En daar had ik natuurlijk nog garantie. In het tweede jaar, ik had nog steeds 120 melkingen per dag... De bedragen zijn exclusief BTW. En alles wordt meegerekend. Omtrent de melkwinning tot de koeling. Uh, ik haal er niks uit. Het is gewoon echt puur dit gaat het kosten. Of tenminste dit heeft het mij gekost. En dan gaan we niet verbloemen. Goed. Twee keer onderhoud aan de melkrobot. De eerste onderhoudsbeurt na vier maanden was 1410 euro. De tweede onderhoudsbeurt die was acht maanden later. Die was 2100 euro. Er waren eigenlijk twee onderhoudsbeurten in één. Nou, in totaal kom je dan op uh, 3511 euro. Nou, Te vergelijken met vorig jaar. En de arbeidsuren daarvan waren 1350 euro. Dus waren ongeveer 2200 euro aan onderdelen. Reparaties. Het was niet helemaal een, uh, een jaar zonder problemen. Het begon met een dipspay. De pomp die lekt en die is vervangen. Dat kostte 267 euro. Nou, daarna is de horizontaal band gebroken en vervangen. Die was 290 euro. Daarna uh, is ook de uh, verticaal band ge gebroken. Uh, ze zijn allebei vervangen. Nou, die waren 350 euro. Toen heb ik nog een kabelbreuk in de printkaartenkast. Uh, ...die al sinds het begin kapot was... ...en daarom constant op alarm sloeg... ...is eindelijk gevonden en vervangen. Nou, kost 220 euro. En een uh, hoop irritatie. Uh, de dimpel is opnieuw vervangen. Hij bleef lekker. Volgens mij is hij, ja, hij is nou vervangen... ...en hebben ze ook de druk iets opgehoogd. Nou, geen problemen meer. Dat was 110 euro. Toen heb ik ook nog een paar eigen foutjes of keuze... ...die jij niet per se hoeft te hebben. Was... Uh, ik heb opnieuw de melkkwaliteit laten, uh, laten controleren. Uh, hij heeft toch het vacuüm verlaagd. Heeft meteen geholpen. Het celgetal is naar beneden gegaan. Ah, ik ben nog niet helemaal weg van die melkkwaliteit. Maar goed, het was 200 euro. En uh, de koevolger, uh, die sensor die boven de koe zit, die was uh, in de hoek veranderd. Of er een vogel tegenaan is gevlogen of iets. Ik had er beter op moeten letten. Goed, wel monteur geweest. 100 euro. Had ik kunnen voorkomen. Nou, totaal was 250 euro. Voor al die reparaties. De arbeidsuren daarvan waren 106, 605 euro. En daarvan heb ik niet de 200 en 100 euro voor de eigen fouten. slash keuzes meegeteld. Dat vind ik wel zo eerlijk. Verbruiksmiddelen. Uh, beginnen we met de reinigingsmiddelen. Deze is niet geheel representatief. Uh, de Philwood uh, middelen kocht ik altijd in bulk. Dat doe ik nu niet meer. En ze komen ook niet meer van Philwood, maar een derde partij. Dat is weer een andere video, komt erover. Maar goed, aan dip was ik 1100 euro kwijt. Aan zuur 550. Alkali 660 euro. En Desinfect 750 euro. Nou, brengt het totaal op 3000 euro. Dan hebben we nog tepelvoeringen. Met wat uh, olie voor de vacuumpomp, met uh, ook melkfilters, kwam ik uit op 100, 1100 euro. En dit verschilt natuurlijk ook per bedrijf. Het aantal melkingen en of ook uh, je netjes de tepelvoering om de 2500 melkingen vervangt. Dat heel wat uh, anderen, zoals ik, willen dat nog wel eens uitstellen of uitrekken. Goede licenties, nou, dat is heel simpel en transparant bij dat is gewoon twee keer in het, hal twee keer in het half jaar 412,50 euro. Dat maakt 825 euro. Dan hebben we nog een melktank. Bij de dealer heb ik een onderhoudscontract voor de melktank van 450 euro per jaar. Uh, nou, de oculus was kapot gegaan. Die was 300 euro. Er uh, is dus nog condensator vervangen voor 2500 euro. Dan is er nog een andere condensator, zeker niet geslagen en vervangen, voor 60 euro. Brengt het totaal op 835 euro voor de koeling. En dan gaan we nog naar het totaal. En daar heb ik een Excel-blad voor. Die heb ik hier. hier. heb ik alles nog eens helemaal uitgeschreven, met komma en al. Want ik heb ook nog een multidos gekocht. Uh, en 11 tot 2 maal toe. In totaal 11 tellers. Brengt ook 1000 euro erbij. Maar goed, dat, die waren niet nodig om de M2 te laten draaien. Goed, die komen ze eigenlijk weer terug. De chemicaliën waren 3000 euro, de onderhoudsbeurt 3500, reparaties 1250, verbruiksmiddelen 1100 euro, licenties 825 euro. Nou, het arbeid was 200, 2200 euro in totaal. Daarvan. En als je dat van totaal aftrekt qua reparatie en onderhoud, kom je 2200 euro aan onderdelen. Maar ja. Dan hebben we. Totaal ben ik voor die melkrobot kwijt geweest 10.000 euro. Voor de melkkoelinstallatie 800 euro. En de totale installatie was 10.800 euro. En dan kom je eigenlijk wat pas interessant is: kosten per liter. Nou, ik ga in dit jaar heb ik ongeveer 440.000 liter geproduceerd. Iets minder dan ik zou willen. Maar goed, en dan kom je uit op 0,246 cent. En dat vind ik een uh, mooi bedrag. Ik hou er altijd rekening mee dat de melkrobot tussen de 2 en 5 cent kost per liter. Nou, en hier zit je lekker dicht tegen die 2 aan, dus het ken ze wat niet beter. Hier heb ik dan niet mee afschrijvingen mee opgeteld. Rente.